Goedemorgen, leuk dat jullie kijken weer naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Pepijn en het is nu iets van 10 uur of zo. En ik heb heerlijk geslapen en ga ik vandaag best wel iets leuks doen. Het is prachtig mooi weer, ik weet trouwens niet eens hoe warm het is, maar het is echt ontzettend mooi weer. Ik ga namelijk jullie een instructie geven over de tuin. Ik ga namelijk snoeien. Nou, en dan ga ik een beetje uitleggen hoe je moet snoeien, hoe je kan voorkomen om geen gaten te krijgen. Dus dat ga ik eventjes dan aan jullie laten uitleggen. En voor de rest voor vandaag ga ik denk ik een beetje rustig aan doen. Lekker zonnen en het wordt wel een leuke dag. Maar voor nu eerst ga ik naar beneden toe en ga ik ontbijten. Nou, ik moet altijd even nadenken wat ik ga ontbijten. Het verschilt nog wel eens. De ene keer neem ik yoghurt, de andere keer neem ik dat. Maar ik denk dat ik nu voor... Ja, ik ga voor een banaantje. Zo. En dan ga ik nog even lekker ontbijten. En dan zien jullie mij zo meteen terug in de tuin. Doeg! Bij het snoeiwerk. Ik ga jullie een cursus snoeiles geven. Dus ja, voor alle snoeimensen die... voor alle leuke tuinmensen die in de tuin werken heel leuk vinden. Nou, jullie kunnen zien dat hier best wel naar buiten staat. En ik ga nou laten zien hoe je zonder gaten erin krijgt, hem terug naar binnen krijgt. Kijk, wat sommige mensen doen, die doen met de punt. Als je met de punt doet, dan krijg je gaten. Dus dat wil je niet. Dus ik ga het nu laten zien hoe je mooi terug naar binnen krijgt. Je houdt een klein beetje zo. En je snoeit hem zo mooi naar boven toe. We kunnen nu naar zien dat hij nu terug is gegaan naar binnen. Dus ja, dat doe ik even bij overal. En de onderkant die moet een klein beetje, maar niet te veel. Dus dan hou je hem mooi recht. En dan doe je een klein stukje. En nou kunnen jullie zien dat ik hem nou heel mooi naar binnen heb gesnoeid. Nou, en nu ga ik de bovenkant laten zien. En voor de sommige mensen verschilt. Kijk, ik vind het zelf wel mooi om dit een beetje naar weg te kijken. Dus dan hou je hem zo. En dan doe je een klein beetje. Zo. Voor de bovenkant is het eigenlijk heel simpel, want je wil natuurlijk dat hij weer naar binnen gaat en niet naar buiten. Dus voor de bovenkant mag hij best diep,
wat je doet, je houdt hem zo vast. En je slaat hem zo. En je doet hem niet te veel naar binnen. Je doet een klein beetje, maar niet te veel. En je gaat eigenlijk zo en je haalt hem weer weg. Dus je doet een klein beetje naar binnen. Maar niet zo heel erg. Gewoon een klein beetje. Bobbel, als je een bobbel ziet, kijk, dan zie ik hier een beetje bobbel. Dan ga je ietsje hier eroverheen en dan hou je een klein beetje schuin. Dan hou je zo de bobbel, haal je weer weg. Nou, dan doen we hier ook even mooi. Nou, en voor de rest ga ik het nog verder afmaken. En nou hebben jullie gezien hoe je mooi netjes weer terug naar binnen krijgt. Dus voor alle snoeiers. Dus goed vaak genoeg het filmpje kijken. Ja, en dan zie je het vanzelf al. En vanmiddag ga ik ook nog lekker met mijn vader op het terras zitten. Dus dan krijgen jullie een prachtige foto van te zien. Doeg! Ik had gezegd dat we die bol ook gingen doen. Maar dat wordt een beetje te veel. Dus nou doen we deze. Die ga ik even laten zien. Dit is wat andere. Want die we net hadden gedaan, die was vierkant. Deze is recht. Dus eigenlijk is deze veel makkelijker dan die vierkante. Ja, dit is precies hetzelfde. Je doet het een beetje zo. En ja, deze is makkelijker. Dus je doet hem weer zo. Zie dat je weer... Dat je hem weer mooi strak krijgt. Hier nou zie je dat hij echt heel mooi strak wordt. Ja, en dat willen we. Dus hier een klein beetje. Zo. En dan trek je de kop omhoog. En trouwens, nooit van boven naar beneden. Altijd van beneden naar boven. Klein beetje. En dan doen we de onderkant. Ja, die doen we een beetje. Die doen we zo. Ja, en nu de bovenkant. Nou, die is heel makkelijk. Je doet weer een klein beetje zo. Dat is een beetje mooi weer wordt. Kijk, dan zie je dat hij hier nog een klein beetje. Nou, en nu de bovenkant. Eigenlijk is deze nog makkelijker dan die vierkante. Dus dan doen we zo weer een klein beetje schuin houden. En echt zorgen dat je niet de punt erin doet. Want geloof mij, je krijgt echt gaten.
Maar dan ga ik het nu nog verder afmaken. Nou, dan hebben jullie een klein stukje gezien hoe ik deze heb gedaan. En nou, voor nu weten jullie hoe moeten jullie snoeien. En vanmiddag ga ik heerlijk met het zonnetje op het terras zitten. En voor de rest doe ik rustig aan. En ja, ik ga een nieuwe intro. Er komt, als jullie deze vlog zien, er komt aan het begin, ga ik een intro erin zetten. Dus ik hoop dat jullie die leuk vinden. Als jullie die leuk vinden, nou, dan ga ik dat vaker doen. Dus nu, nogmaals, nu weten jullie hoe we moeten snoeien. En ja, dan ga ik vanmiddag lekker op het terras. En dan zien jullie daar ook een stukje van. Tot dan! We hebben net heerlijk op het terras gezeten. Dat was hartstikke leuk. En ja, ga ik hier de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie een leuke video. En laat even weten wat jullie van de intro vonden. Want wat ik al zei, als je hem vandaag kijkt, hebben we een nieuwe intro. Dus laat even weten wat jullie ervan vonden. En ja, ik ga nu ga ik lekker nog genieten van het weertje. En dan zie ik jullie bij weer een nieuwe vlog. En dan zeg ik doeg!